Hoi iedereen, Kai hier. Ik ben vanavond bij RTL Late Night en jullie vragen je misschien af, wat doet die gast hier? Nou ja, Jack Sherrack heeft natuurlijk de MTV EMA's voor Best Dutch Act en Best Worldwide Act gewonnen. En daar gaat hij vanavond over praten. Maar goed, op de rode loper heeft Jack mijn belofte gedaan, namelijk dat als hij zou winnen, hij die MTV EMA Award op zijn arm zou tatoeëren. Ik ga sowieso een tatoeage zetten van deze, precies zo. Serieus? Ja. Je gaat het serieus doen? Ik ga het serieus doen, binnen nu en 2 weken zeker. Fucking vet, ouwe. Nou goed, hij heeft 2 gewonnen, dus hij gaat er 2 zetten en vandaag was het zover, hij heeft het echt gedaan. En Monica is een kijkje gaan nemen en ik ben heel erg benieuwd wat er van terecht is gekomen. Hij zit er al. Julien! En dan moet hij weer echt een coming maken. Nou, ik hoef niet meer te vragen denk ik waar hem gaat zetten. Ja. Het is het dus geworden. Yes, yes. Heb je nu al spijt of ben je er nog steeds content mee? Ik ben nog steeds wel content. Ja? Ik had het beloofd aan mijn fans. Dus. Je hebt niet alleen een belofte gemaakt voor een tatoeage, maar volgens mij ook voor een album. Wanneer is die klaar? Ja, ik ga morgen beginnen ermee. Mijn laptop was verdwenen in Spanje. Mijn koffer was niet aangekomen, dus ik krijg morgen mijn koffer terug. En dan ga ik beginnen, man. Je bent de vaste tatoeage-artist van Jack. Is dit de meest bijzondere tatoeage die je bij hem hebt gezet? Ik vind het wel heel bijzonder, ja. Denk eigenlijk wel het croissantje dat ik dat het gaafste vind. Ja? Ja. Hoezo? Het hele verhaal eromheen, toch, met je moeder en zo, dat vind ik dan zelf wel heel bijzonder. Maar dat is mijn... Mijn mening. En dan komt dit wel op een goede tweede plek. Ja, ik zie daar nog een ander ontwerpje liggen. Betekent dat er niet maar 1 tatoeage, maar 2 worden gezet? Er komt nog een tweede. Oh my god. En waar komt die andere dan? Op mijn andere arm. Op dezelfde plek. Echt? Wow. Money, 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 ha, ha. Money, money, ha, ha. Stapels, money, ha, ha, ha. My money, ha, ha. My money, 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 ha, ha. Yo, daddy. Zeg eens hallo dan. Ik heb die MTV Award getatoeëerd. Kon je wel geld? Ja, kon, maar dan moest ik eerst naar de sportschool. Oh my god. Ik had echt niet verwacht dat hij dit serieus ging doen. Maar Jack wordt nu wel voor eens van de tijd bij de MTV Award. Zullen jij, jongen? Yes. Wil je ze zien? Ja, heel graag. Oké, wacht even. Doe of zo. Wat? Serieus? Ja, jongen. Kun je het zien of niet? Check hoe groot. Oké, dus number one worldwide. True. Number one. Nederland. Ja, ik vind het fucking vet. Het staat ook goed. Ga je hele arm volgooien of niet? Nou, ik hou wel van die kleurplaatachtige tatoeages. Ik hou niet echt van helemaal ingekleurd met schaduw en zo. MTV is wel echt prominent aanwezig. Maar de mensen die daarna kijken zien wel van... Oké, deze gast heeft 2 awards voor. Ja, dus jullie moeten me echt supporten tot de dood. Man, dat doen we toch al? Ja. Zeker, zeker, zeker. Hoe vond je het trouwens tijdens de e-mails? Heb je het gemaakt? Sowieso het leukste weekend van het jaar, man. We kunnen transformeren. Pull up in een Porsche Panamera. Je moet het accepteren. Jullie mannen kunnen van me leren. Gaan zijn plannen nu de komende tijd? Ja, album maken toch? Hoe was die vibe daar tussen de artiesten? Want je zat niet met de minste in die lounge. Ik weet niet, ik was daar niet echt mee bezig. En toen, toen won ik, toen kwamen mijn vrienden, toen was ik gezellig met mijn vrienden. Ik heb wel een beetje gesocialized en een beetje met mensen gesproken. Maar het is niet dat ik zeg van nee, ik heb Drake's nummer. Ik merkte ook tijdens zelf dat iedereen makkelijk met elkaar praat. Heb je al mensen gesproken over eventuele collaborations of dat niet? Ja, dat wel, maar niet wat ik zeg, niet de namen waarvan jij denkt van oh, wow. Maar wel namen van jij denkt van hey, dit is sick, hier wil ik echt iets mee doen. Ja, op zich wel. Vet. Het waren namelijk niet de minste namen. Super vet. Hey, maar volgens mij moeten we... Weet je je beeld knijpen? Ja. Nice. Volgens mij moeten we naar tafel gaan omdat jij daar gaat praten. Ja. Yeah. Let's do it. Thanks voor het interview. Ja, jij bedankt. Ze wil mij net iets meer, ze wil mijn little kleine. Ik zweer het is aan mij, die is echt niet te peilen. Ik word de liefde, dus ik schiet met al mijn pijlen. Waarom Kai is hij zo groot? Waarom is hij zo goed in wat hij doet? Nou, hij heeft een sound die gewoon heel goed werkt. En dat heeft zich bewezen. Ik bedoel, hij heeft voor Busy, voor Nas, voor little kleine. Dus zelfs... We hebben een gesprek gehad over de Tiny Tempo. Je hebt jou contact, toch? Van, hey, het nummer Drunk and Drug is super vet. Hij heeft me geïnspireerd om het andere nummer van hem te maken. Ja. Dus ja, mensen vinden het gewoon vet wat hij doet. En ja, als je vette dingen doet, dan word je benaderd door verschillende artiesten. En die zo trek je elkaar samen. Dank je wel. Daarmee sluit het af. Nou, hij heeft dus gewoon, zoals jullie hebben kunnen zien, echt gedaan. Ik ben echt best wel verbaasd, maar ik vind het wel heel sick van hem. En ja, hij hoort nu gewoon bij de MTV-familie. Hoorde die eigenlijk al, maar goed, dit is wel echt een bezegeling op de liefde. Ik ga nog even een drankje drinken. De mannen.